Yo, we zijn super tof dat jullie allemaal kijken naar een nieuwe video hier op dit kanaal. Mijn naam is Mika en vandaag gaan wij deze Glaceon V-Star Special Collection box openmaken. En in deze box zitten de nieuwste soortkaarten, de V-Star kaarten, zitten er weer in als promo kaartjes. Met wat vier mooie packjes. Vandaag is het dus de tijd om te kijken of in deze Glaceon V-Star wat geluk zit, wat mooie kaartjes en misschien wat zieke pulls. Want in de vorige video, in de Levian V-Star, hebben we niet heel veel geluk gehad. Dus ik heb vertrouwen erin dat in deze wel wat mooie kaarten gaan zitten. Als je zin hebt, vergeet niet eventjes een like te geven. Ik zou dat heel erg waarderen. Laten we gewoon 75 likes proberen te halen. Ik weet dat jullie dat kunnen. En dan gaan we gewoon lekker beginnen om deze box open te maken. Dus we gaan hem eventjes netjes openmaken, want ik wil deze box nog wel bewaren. There we go, ik heb hem. En nou kunnen we rustig even kijken of er wat... Wat een pokkenherrie. Nou kunnen we rustig even kijken welke kaartjes hier erin zitten. Neem bijvoorbeeld deze hele mooie. En dit is toch eigenlijk wel de mooiste kaart uit de hele set. Deze Glaceon V-Star. Ik hou van Glaceon. Glaceon is zo'n mooie Pokémon. En samen met dat wit-gouden. Het matcht gewoon geweldig. En vergeet niet de andere hele mooie promo kaart die erbij zit. Deze hele mooie Glaceon V-card. Dat zit er natuurlijk bij. Dus deze twee kaarten gaan we eventjes snel sleeven. Daar heb ik mijn sleeves voor meegenomen. Daar heb ik een paar hele mooie gouden sleeves voor. En dan kunnen we ze even netjes eigenlijk gaan bewaren. There we go. We hebben nu Glaceon en Glaceon V even mooi in een sleeve gestopt. En nou zijn ze perfect. We hebben natuurlijk ook nog in deze box een hele grote Glaceon V-Star. Ik zal hem even op de andere camera laten zien. Deze hele mooie grote jongen. Die zit er ook nog in. En we hebben weer dit, ja, ik weet nog steeds niet wat het is, dit V-Star dingetje. Maar in deze box, vergeten we natuurlijk niet, daar komen we eigenlijk natuurlijk voor, zitten vier hele mooie packs. Twee Fusion Strike, twee Evolving Skies. En dat is wat we natuurlijk willen. Wij willen die packs openmaken, wij willen kijken wat erin zit. En voor degene die dat doen, hier heb ik nog een codecard voor jullie. Dus we gaan eventjes alles openmaken, kijken of hier wat packs in zitten. En, of kijk je wat kaarten in zitten. En dan gaan we dat gewoon doen. Laten we het ook om de beurt doen. Dus we beginnen met Fusion Strike. Wat willen we uit Fusion Strike hebben? Mew, Gengar en Rainbow Mew. Dat is eigenlijk het enige wat we willen. Dus we gaan hem rustig openmaken. Kijken of er wat in kan zitten. Want ja, de afgelopen keren dat ik het heb gedaan, is het niet echt goed gegaan. Dus hopelijk dit keer dan wel. Oeh, ik zie al Meryl. Een Meryl, een Marill. Een Marill. Laatste kaartje even erbij pakken. De codecard is voor jullie. Woep. Vier naar voren. En daar gaan we. Oké. We hebben een Fire Energy card. En het is ook eens een keer tijd om even wat mooie kaartjes te pakken. We hebben een Metapod. Een Heatmore. Een Cook. Oeh, lekker eten. Daar is de Meryl. En dat met zijn staartje in het water. Een Chewtle. Dan hebben we een Vullaby. Gaan we door naar een Dewpider. Dat is een lekker spinnetje eigenlijk. Een Meowth. Victini Reverse Holographic. Dat is een hele mooie kaart. En de laatste is een Leavanny Non-Holo. Dat is een beetje dan weer een jammere kaart. Maar die Victini, die is nog wel oké. De volgende set die we gaan openmaken is Evolving Skies. En wat wil je uit Evolving Skies hebben? Rayquaza en Umbreon. En dan heb je nog twee kaarten van Umbreon. Maar je wilt gewoon Umbreon die naar de maan toe grijpt. Dat is eigenlijk de kaart die je wil hebben. Samen met Rayquaza in een soort van groot berggebied, kan je het wel noemen. Dus dat is waarvoor wij komen. Deze. Daar is de codecard. Dus ik ben echt goed in het midden. Houden we van. Ik weet niet of dat hoort trouwens hoor. Dat valt me nu pas op. Vier kaarten naar voren. En dan gaan we kijken of we wat mooie kaartjes kunnen krijgen. Oeh, hey. Een Psychic Energy card. Dan nog een Shelgon. Dat is een draakje. Is dat een voorteken? Een Ice Cube. Een Full Face Guard. Een Dwebble. Een Rufflet. Een Rugganrola. Een Wobbuffet. Ho ho ho. Hoppip. Een Boost Shake. En de laatste is een Tevil Non-Holo. Het gaat lekker hoor. Het gaat lekker. En dan nog een keer. Oh, we doen alsof dit niet is gebeurd. We doen alsof dit niet is gebeurd. We hebben Fusion Strike en Evolving Skies nog over. We hebben allebei nog één kans om toch nog even wat te worden. En daar gaan we. We gaan dus beginnen met Fusion Strike. De Gengar. De Mew. Dat is wat je wil hebben. En nu beginnen we met een Arrokuda. Arrokuda.
Arakuda. Ik weet niet hoe duur deze boxen zijn. Zullen 25 of 30 euro zoiets zijn. En dat is best wel een prijsje als je namelijk niks gaat krijgen. Dus dat zou heel jammer zijn als we dat wederom weer gaan krijgen. Een Grass Energy card. Dan naar een Ninetales. Oh, die is heel gaaf. Dan naar een Farewell Bell. Een Lupini. Dan een Arakuda. Dan gaan we naar een Snubbull. Dan gaan we naar Chirrut. De Slizabeet. Klefki. Een Luxio. En de laatste kaart is een Exegore Non-Holo. En het is echt ongelooflijk. Ik weet niet hoeveel kaarten ik heb. Ik heb volgens mij was wel mijn 12e pack van Fusion Strike die ik ooit geopend heb. En ik heb nog 0 pools eruit. Evolving Skies, jij moet het gaan doen. Een kusje voor goed geluk uit voor Evolving Skies. We gaan maar hopen dat het wat wordt. Ik weet het allemaal niet meer. Een set waar ik een hele boosterbox van geopend heb. Wat was dat toch een... Wat, dat was echt heel erg leuk. Een Water Energy. Daar gaan we. Een squattende Hypno. Een Fletchinder. Een Lantern. Een Zorua. Een Tentacool. Een Hoppip. Een Dino. Daar, een Dino. Een Mareep. Een Rufflet. En de laatste kaart zit hierachter. Badabing, badabo... Het zit niet mee, het geluk vandaag. Ik zou zeggen, als ik 2 van deze boxen heb geopend, haal deze boxen niet. Het is het over het algemeen niet echt. Ah. De boxen zijn ziek. Om mee te beginnen, deze promo cards zijn heel gaaf. Maar het is niet mijn advies om deze boxen te gaan halen. Je ziet het, 4 keer niks voor 2 afleveringen achter elkaar. Het is gewoon zonde. Maar deze kaarten zijn wel heel ziek, dus dat zijn nog steeds de pools die we er sowieso uit hebben gekregen. Nou, pools zijn het niet, maar de promokaart die we mee hebben gekregen, Glaceon V en Glaceon V-Star. Samen met deze hele grote Glaceon V-Star, wat er natuurlijk bij hoort. Als je deze alsnog leuk vond, eens dat van, yo, hey, dit is gewoon heel erg ongeluk. Vergeet niet eventjes een like te geven, daar word ik heel erg blij van. Dat maakt mijn dag ook weer goed. Vergeet niet te abonneren als je niks van mijn content wil missen. Ik stream ook af en toe op YouTube. Dus als je dat wilt checken, vergeet niet eventjes te abonneren. Doe dat belletje aan. En join eens een keer een stream van mij. Het lijkt me super gezellig als je erbij bent. En als je dat ook nog niet hebt gedaan. That's it. Laat een comment achter wat je van deze video vond. Hopelijk heb je het leuk gevonden. En dan zie ik jullie allemaal bij een volgende video weer terug. Laters. Doei doei.